aardappelpuree. Heel simpel, maar heel belangrijk, want het is een basis voor een ontelbare hoeveelheid gerechten natuurlijk. Maar de puree zelf kunt u ook. Er zijn mensen, hele beroemde mensen, die dat als troostvoedsel aten. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je smakelijke aardappelen gebruikt. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan of ze kruimig of vastkokend zijn. En bij de supermarkt is dat de enige aanduiding die erop staat. Dus dan kies ik eigenlijk meestal vastkokend. Die kruimige, zeker van de supermarkt, die zijn vaak heel waterig. En dat krijg je eigenlijk niet meer lekker dan. En de aardappel is de basis van het gerecht. Dus als die niet lekker smaakt, dan wordt die puree ook gewoon saai. Ik neem meestal vastkokend. Wat je wel ook kan zien, die dunnere schilletjes, dat zijn geen winteraardappelen. Die zijn wat minder lang bewaard. Die hebben vaak al iets meer smaak dan die hele dikke schillen. Maar iedereen die ouder is dan 50 zal dit niet met me eens zijn. Zoals dat gaat met klassiekers zijn er over puree volgens mij wel 100.000 meningen wat wel en niet hoort. De een zegt er mag absoluut geen melk in, de ander wil het wel met melk. En sommigen houden lactosevrij met olijfolie, wat wel echt wel ook heel lekker is. Dan doe je alleen maar olijfolie. En dan krijg je een veel zomerser, wat lichter puree van. En je kan hem met crème fraîche, wordt hij weer net iets frisser, maar natuurlijk wel ook iets vetter dan met melk. En ik doe er ook altijd nog een eitje in. Dan wordt dat klinkt gek, maar toch iets luchtiger van. En je kan hem natuurlijk met van alles en nog wat op smaak maken. Je kan in je kookvocht kan je wat laurier mee laten koken of een teentje knoflook. Of je kan ze gewoon echt in groentebouillon garen. Het ligt er gewoon heel erg aan wat je ermee wil. Je kan er natuurlijk ook nog allemaal verse kruiden doorheen doen. Zonder dat het meteen per se stamppot wordt. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat je je aardappelen straks in ongeveer even grote stukken snijdt. Zodat ze gelijkmatig gaar worden. Mensen zetten ze heel vaak op met koud water. En op zich moet je alles in kokend water doen. Want dat maakt dat de celletjes dicht gaan en de smaak niet in het water trekt. Zoals bij soep of bouillon. Want daarom zet je die met koud water op. Zodat alle smaak uit je product in het water trekt. Dus waarom zou je dan met aardappelen dat niet doen? Want dan wil je ook toch dat de smaak erin blijft. Dus daarom doe ik die ook in kokend water. En nu voor iets heel spannends. We gaan nu de aardappelen in gelijkmatige stukjes verdelen. Zodat ze even snel gaar zullen zijn. Wat ik tegenwoordig ook wel eens doe trouwens, is mijn aardappelen à la risotto maken. Dus dan fruit ik ze eventjes aan. En dan doe ik er water op dat ze net onder staan. En dan moet je het dan halverwege nog een keer bijvullen, zodat ze niet droog komen te staan. En dan is eigenlijk aan het eind is al je vocht weg en je aardappel precies gaar. Dan heb je dus echt helemaal niets weggegooid. Het water kookt. Ik doe er een beetje zout in. Dat doet ook sommige mensen pas achteraf. Maar... En dan alle aardappelen erin. Je moet hem dus even hoog houden, zodat het snel weer aan de kook raakt, het water. Jij ook dan. Dag jongens. Nou ja, kwartiertje, 20 minuten, ligt aan wat voor aardappelen je hebt natuurlijk. Gewoon tot ze gaar zijn. Je hoeft ze niet tot snot te koken, want dat gaan we straks met de stamper of de pureeknijper of de bolzeef of hoe je dat ook fijn wil maken, doen. Mensen, zijn die aardappelen al gaar? Dat prik je met een vork, niet met een scherp mesje, zoals ik zo vaak lees. Als je met een scherp mes ergens niet doorheen komt, heet het een botmes. En een gare aardappel, dat kan je gewoon voelen met een vork. Tjoe. En dan is het heel belangrijk dat je ze goed laat dampen. En die warmte, dat blijft voorlopig nog wel even zitten. Dus maak je daar geen zorgen over. Die aardappelpan, die hoef je niet schoon te maken. Die mag gewoon terug op het vuur. Daar gaan we melk in verwarmen voor puree 1. Melk in de pan verwarmen. En aan die melk kan je natuurlijk van alles toevoegen. Een knoflookje, een kruidenmengseltje, nootmuskaat, heel klassiek. Als je dat doet, dan laat je hem langzaam trekken. Maar als we dat niet doen, dan gaat het er alleen maar om dat de melk warm is.
Mag ook met de knijper, geloof ik? Nee, ik weet het niet. Gebruikt er nog wel eens iemand een knoflookknijper? Bestaan ze nog, knoflookknijpers? Gewoon, laat je hem gewoon een paar minuutjes trekken tot de rauwigheid van de knoflook af is en in je melk getrokken is. De aardappelen zijn goed uitgedampt. Dat is dus belangrijk voor, zodat het niet zo'n nattige, waterige puree wordt. Daarom laten we ze uitdampen. En we gaan nu het verschil doen tussen geknepen puree of zo, of met een bolzeef, zodat je zo'n hele gladde, rijke puree hebt. Maar soms is het ook prettig als er een beetje stukjes in zitten of dat die nog een beetje bite heeft. En dan is een stamper weer een stuk handiger. Dit is dan de stampversie. Gewoon zoiets. Ik doe er ook meteen een beetje zout over, want hoe meer je roert of stampt, hoe meer kans dat al het zetmeel zich omzet in behanglijm. Dus eigenlijk hoe minder je eraan hoeft te doen, hoe beter. Dus alles wat je erin wil aan smaak, dat moet je gewoon eigenlijk al meteen erop gooien. Klontje boter. En hij staat nu nog steeds op, maar dat, als die melk eenmaal warm is, dan mag het gewoon uit natuurlijk, hè. Je ziet, deze is vrij stevig en je kan er dan natuurlijk nog meer boter bij doen, net zo smeuig als je hem hebben wil. Maar we gaan eerst even knijpen. Ho, ontsnapt er eentje. En je ziet, er wordt het dus heel fijn en glad. Kan je ook heel leuk andere dingen mee doen, hè, met de pureeknijper. Kastanjepuree kan je er doorheen knijpen, bijvoorbeeld. En dat gaat dan op de mascarpone of zo. Hop. Nou, je ziet al, dit is een totaal ander effect dan die gestampte. Dan had ik iets klaar moeten leggen om dit af te schrapen. Dus dat heet mijn vinger. Uiteindelijk het beste gereedschap dat je hebt, want altijd bij de hand. Ook natuurlijk klontje boter. Want anders is het niet eerlijk. Als die ene boter heeft, heeft die andere ook boter. Want anders kunnen we het niet vergelijken. Ik deed er zout bij, een beetje peper. En dan even mengen. Boter is warm genoeg. En ook hier weer, hoe minder je eraan klooit, hoe mooier die blijft eigenlijk. Maar je kunt ook nog met een stijve garde hem even opkloppen voor een luchtiger puree. En je kan hem ook nog op smaak maken met een beetje crème fraîche. Dat geeft hem net een beetje zuur en wat extra lekker vettigheid. En dan doen we er nog een olijfolieversie. Wat heel belangrijk is, als je knoflook gebruikt, soms stinkt die. Dan ruikt die naar kurk. Dat is THC. Dat is een heel lang ingewikkeld rapport, heb ik daar eens over gelezen. Zal ik u niet mee vermoeien. Maar het is een besmetting. En die maakt wat ook in wijn, die dan naar kurk ruikt, dat krijgt die knoflook ook. Het is echt, ik ruik het nu ik hem snij. Weggooien. Niets anders aan te doen. Je hele gerecht is verpest als je dat doet. Dus aan ieder teentje knoflook eventjes ruiken. We doen een olijfoliepureetje. Als je bijvoorbeeld een voorjaarsstampotje maakt met postelijn of wat dan ook, wat er voor lekker fris groen is, dan vind ik een olijfoliepureetje vaak eigenlijk lekkerder dan een roompureetje. Want dan proef je je groenten meer, want dat vet legt altijd echt zo'n filmpje. En dit is een heel ander effect. Dus die knoflook laten we even heel zachtjes iets garen, niet kleuren. Aardappelen. En ook bij deze puree peper en zout er alvast op voordat je hem stampt. Oh, en bij aardappelen gaat die eten je zout op. Dus er gaat altijd iets meer zout in dan je zou doen. Maar puree is altijd, denk je, hij was toch op smaak en dan is het een hele laffe bedoeling. Dus iets royaler dan je gewend bent. En je kan er natuurlijk ook gerookt zeezout in doen. Dan heb je nog weer een heel ander pureetje. Ik laat deze ook een beetje grof. Dat noemen ze in België geplette aardappeltjes. Ik vind dat die er nog een beetje droog uitziet. Dus ik doe er nog een fijn scheutje doorheen. En dus echt alleen maar omscheppen, hè? Niet enorm roeren of pletten, want dan wordt hij alleen maar lijmig van. En kijk, je ziet, er zitten echt nog stukjes in. Dat vind ik dan voor sommige stampotjes juist weer heel lekker, maar dat is persoonlijk.
We maken een groene kruidenpuree van een van onze experimenten. Toevallig hebben we vandaag basilicum, maar dat mag peterselie zijn of kervel of selderij of een mengsel van al die dingen, net wat je hebt. Bosui is ook heel lekker natuurlijk. En dan kan je ze gewoon hakken erdoorheen en dan krijg je leuke groene stukjes als een soort stampot. Maar je kan hem ook pureren en dan krijgen we knalgroene puree. Die steeltjes die hoeven ook niet weg. Hè? Die kan je ook altijd in je bouillon gooien of mee laten trekken met je aardappelwater of wat dan ook. Niet weggooien. Ik hak ze even voor, want anders dan pakt die staafmixer het niet. En dan moet er een klein beetje water of room, of in dit geval omdat ik hem door de oliepuree ga doen, een klein beetje bij, zodat het pakt. Want anders, als je het droog doet, dan doet die staafmixer ook niks. Als je zo'n blender hebt, dat werkt nog mooier dan dit. Maar dan moet je wel heel veel gebruiken. Voor zo'n half bosje is dat onzin. Dan maak je alleen maar die kom vies. Klein beetje olie. En dan eerst de stekker eruit, hè, voordat je dat eruit gaat pulken. Want je zal niet de eerste zijn wiens vinger verdwijnt in de staafmixer. We scheppen hem bij de aardappeltjes. Dus ook weer zo kort mogelijk mengen. Je moet mengen, niet roeren. Nou, volgens mij kan zelfs de camera dit ruiken, hoe dit. Oh man, heerlijk. Zo. Ja, en dan proeven. Hè. Ik ben Nigella niet, maar ik moet even proeven, sorry. Een klein beetje zout nog. Nou, dat is dan dus echt heel lekker. Ik doe ze even in een stekertje. Dan kan je mooi zien het verschil in de structuur. Dus dit is die grovig gestampte. Heb je haar weer met de vinger? Ja. Niet aanstampen, want dan wordt het zo'n massieve meuk. Oh, pardon. En dit is dan die geknepen puree. Je ziet het ook al, dat is veel fluweliger. Zelfs zonder een eitje. En heb veel zachter. Ook weer niet aanstampen. Je ziet echt dat dit is veel zachter en dit is veel steviger. Dus dit is lekker in eten en je proeft dat het een aardappel is. En dit is bijna niet meer herkenbaar als aardappel, maar als een heel troostend, zacht, rijk, fluwelig pureetje. Ja, Johannes van Dam kwam ermee uit de depressies. Heb je nog meer trek? Er staan op FoodTube meer dan 1000 video's voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.